€14,80 alsjeblieft. Kirsten Dame, ze zat alweer een tijdje thuis en had de moed om te solliciteren een beetje opgegeven. Mag u deze kant op komen, meneer? Afgewezen omdat ze bijvoorbeeld geen ervaring had of omdat ze al een tijdje uit was. Toen hoorde ze dat je bij Laplace in Roermond niet hoeft te solliciteren om een baan te krijgen. Open hiring heet dat. Overgewaaid uit Amerika. Je hoeft alleen maar je naam op te schrijven, je nummer. Ja, hè? Mijn naam en mijn nummer inderdaad. De baas vroeg nergens naar. Nee, geen ervaring, geen opleidingen. Klopt. En dat is precies de bedoeling. De baas mag niks vragen. Als jij denkt dat je de baan aan kunt, kun je aan de slag. Voor de werkgever is dat natuurlijk best spannend. Ja zeker. Ja, want je hebt geen idee wat binnenkomt. En we kijken niet naar het verleden, we kijken alleen naar de toekomst. Wat kunnen ze wel? Ja. En hoe loopt het? We hebben nu al enkele gehad. Er zijn nu twee kandidaten die zijn begonnen. En dat gaat heel goed. In Nederland zitten naar schatting zo'n 1,5 miljoen mensen thuis omdat ze niet meer aan de bak komen. Met de methode van open hiring kan een deel misschien wel aan de slag. De Start Foundation is een maatschappelijke organisatie die zich daarvoor inzet. We hebben inmiddels 50 locaties in Nederland waar je als werkzoekende aan de slag kunt via open hiring. En het vindt zijn weg. Dus het past ook wel bij deze tijd dat mensen zeggen misschien moeten we iets minder kritisch worden. Weer een beetje vertrouwen krijgen in elkaar en kom op, laat me zien en ga gewoon aan de slag. Met name ouderen, mensen die langere tijd niet hebben gewerkt en kandidaten met een niet-westerse achtergrond vinden op deze manier makkelijker werk. Gunstig ook in deze tijden van tekorten aan personeel. Hebben jullie nog vacatures? Ja, we hebben nog genoeg vacatures openstaan. Dus als iemand wil werken bij Laplace, dan is dat zeker mogelijk. Voor Kirsten werkt het in ieder geval. Ze is blij dat ze van de bank af is. Ja, zeker. Ja. Eindelijk weer lekker bewegen. Mensen helpen. Dus ja.